Gaat Zoeterwoude wachten op Leiderdorp? Nou, we zijn met z'n vieren bezig. Ondertussen zijn de ambtenaren nu natuurlijk al druk bezig met de verdere stappen. En dat is gepland volgens mij voor december of zoiets in de besluitvorming. Nou, tussen nu en december hoop ik dat dan wel een besluit valt. Anders valt het boeltje van uit elkaar. U gaf ook aan dat het belangrijk is om dat er maatwerk voor Zoeterwoude blijft. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wij zijn helemaal niet zo van grote nota's. Dus bij ons gaat het erom dat de toegang, zo heet dat, het jeugd- en gezinsteam, dat die werkt op onze schaal, samen met Leiderdorp, maar op onze schaal dat ze we bijvoorbeeld het probleem is dat huisartsen te veel doorverwijzen naar dure jeugdzorg. Nou zegt dus de ene gemeente, dan moet je bij de huisarts een praktijkondersteuner zetten voor jeugd. Ik zeg, nee, wij gaan aan de huisartsen vragen hoe dit probleem kan worden opgelost. En misschien komt wel zo'n praktijkondersteuner erbij, maar misschien zeggen ze wel heel wat anders. Misschien vragen ze wel gewoon een lijst van alle jeugdzorginstellingen waar contracten mee zijn gesloten. Misschien is dat wel de oplossing. Nou, toch nog even terug naar Leiderdorp, want de raad die vond het onbegrijpelijk dat Leiderdorp heeft gezegd, wij kunnen hier geen beslissing over nemen, want er staat nog helemaal geen uitvoering in het plan. U had daar toch een duidelijk antwoord op. Ja, het is een visie en in een visie hoort nog niet uitwerkingen te zijn. Bovendien, de visie is dus de kaderstelling door de raad. De uitwerking, to be honest, in Zoeterwoude gaat die uitwerking ter kennisneming naar de raad. Maar ik ga dat niet met de raad bespreken. Want jeugdzorg is een taak van colleges. Wij moeten ons verantwoorden, maar de raden gaan er niet inhoudelijk over. Maar in Leiderdorp hebben ze blijkbaar die afspraak gemaakt. Daar snap ik niks van. Maar goed, als dat zo is, dan is het zo daar. Ik heb het een stuk makkelijker, denk ik.